via Cultura Weekend Magazine. Met Nico Einhols over de mogelijke verkoop van het werfje in Park Merwestein. Twee gasten hier in de studio. Geesken Bloemendaal en Nico Einhols. Ik ga even met Geesken beginnen. Je bent omwonende van het park, begrijp ik. Ja hoor, ik kijk hele dagen op het park uit als ik achter mijn bureau zit. Nou, dat moet toch een prachtig uitzicht zijn. Dat is het ook. Ja, en kun je schetsen wat het park voor de buurt en de omgeving betekent? Ja, ik denk in deze periode zeker een grote long. In de coronatijd een mogelijkheid om mensen van allerlei afkomst uit alle wijken, het lijnbaangebied, bij ons uit de omgeving, buiten te kunnen zijn en veilig rond te kunnen lopen. En ik vind het heel leuk om een culturele activiteit te doen. Oké, en als we even inzoomen op die culturele activiteiten, waar moet ik dan aan denken? Daar kun je denken aan mensen die met elkaar gedichten voordragen. Daar kun je denken aan komende beeldenroute die er volgend jaar komt. Kun je denken aan laatbloeiers die iedere 2 jaar een weekend in juli een grote activiteit hebben met muziek en met kunst, verkopen, et cetera, et cetera. Ja. En dan kun je denken aan scholen die toneelstukjes doen, die spelen, enzovoort, enzovoort. Dus daarmee is het park ook buiten dat je er kunt rondwandelen, echt een bron van cultureel leven. Ja. Jullie zanger van straks zou bijvoorbeeld heel mooi op kunnen treden in het park. Ik wil je wel straks spreken daarover. Nou ja, daar gaan we het over hebben straks. Je noemde even tussen neus en lippen door, zou ik bijna zeggen, de beeldenroute die volgend jaar ergens gaat plaatsvinden. Weet je daar al iets meer over? Kun je daar wat over vertellen? Oh, daar zit ik middenin. Dordrecht viert dit jaar, wordt volgend jaar door de corona gevierd, 800 jaar Dordrecht. Ja, we gaan het als 801 jaar vieren. Ja, wij noemen het nog even als klein comité 800 jaar, de stad ook trouwens. Mm-hmm. En als onderdeel daarvan hebben buren van Park Merwestein bedacht, wij gaan een beeldenroute met Dordtse beeldend kunstenaars in het park uitzetten, die er dan voor 5 maanden staat, van 1 april tot 1 september, ja. Waarbij we activiteiten organiseren. Mensen die mee willen doen, kunnen ook zelf organiseren, even met ons contact opnemen. En waar het leuke van is, de buurt heeft het bedacht. De buurt heeft een fors bedrag aan sponsorgeld wat voorwaarden bij elkaar gehaald moest worden. En die gaat ook die periode dan ondersteunen. Er komt een fotowedstrijd bij, er komen 12 kunstenaars met beelden bij. Heb je een paar namen van kunstenaars die we daar gaan zien? Ik zal niet zeggen waar ik dol op ben. Lucien den Arend komt, Roel Thewe komt, Jan Timmer komt. Als je hedendaags kijkt, Erik Sepp komt, Ivo van der Vat komt. Dus we hebben 6 jonkies en 6 wat meer van mijn leeftijd. Ja. Nou, dat is een hele mooie combinatie, dus, lijkt me. Ja, wij denken dat het hartstikke leuk is. Dat is iets om naar uit te kijken, ja. Beeldenroute volgend jaar vanaf 1 april. 1 april, fotowedstrijd erbij, dus iedereen in de hele stad en de regio kan meedoen. Ja. En je kunt dus ook met je club zeggen van, hé, we willen graag wandelen. Dan is er wel een kunstenaar of een van ons die met je meeloopt en vertelt. En Vereniging Oud-Dordrecht kan het verhaal van de geschiedenis vertellen. Vereniging Dordrecht Museum doet ook, nou ja, weet je zo. Dus eigenlijk een Helianters doet mee, noem maar, al die dingen doen mee. Een totaalbeleving in dat park eigenlijk. Ja. Ga ik even naar Nico Einhols. Je bent lid van het bestuur, het stichtingsbestuur Park Merwestein. Als ik dit zo hoor, dat lijkt me nou bij uitstek wat de betekenis van het park zou kunnen zijn. Is dat ook de mening van het bestuur? Dat klopt, dat is ook de mening van het bestuur. Dit zijn hele mooie activiteiten, evenementen die in het park georganiseerd kunnen worden. Het zijn ook kleinschalige evenementen. We willen een park niet grootschalige evenementen. Maar je wilt er geen palmparkies hebben staan? Nee, vroeger hadden we wel het dord op je bord. Maar dat was allemaal erg leuk. Maar het is toch te ingrijpend voor zo'n klein kwetsbaar park om dat soort evenementen daar te organiseren. Maar dit is natuurlijk prima, net zoals Laatbloeier. Of de Zomersymfonie die eens in de 2 jaar wordt georganiseerd. Dat zijn leuke, dat zijn gewoon leuke dingen voor kleinschalige dingen waar de mensen op afkomen. Ja. Even voor de kijkers en luisteraars, want we doen beeld en geluid thuis. Kun je in een paar zinnen uitleggen wat precies de rol en de functie is van het stichtingsbestuur Park Merwestein? Nou ja, de stichting in totaal bedoel je. Ja.
Nou, de stichting is een stichting die is in 1997 opgericht. Eigenlijk, het kwam voort uit, het feit in feite wat er nu ook speelt, dat een stuk van het park bedreigd werd. Het parkwachtershuisje met omliggende grond dreigde door de gemeente verkocht te worden. En daaruit is de stichting ontstaan. Ja. En een van onze grootste doelstellingen is eigenlijk te waken voor het behoud en goed onderhoud van het park. In de ruimste zin, dat het park kwalitatief en ook kwantitatief gewoon behouden blijft. Ja, en die stichting en het bestuur daarmee, handelt dat dan uit naam van de omwonenden of donateurs? Of? We hebben donateurs, iets van 250 donateurs. Dat zijn eigenlijk bijna alle omwonenden en ook andere liefhebbers van het park. Ja. Ik bedoel, zelfs in het buitenland hebben we donateurs zitten, mensen die ooit in Dordrecht hebben gewoond of daar banden mee hebben. Dus, en die dan nog steeds dat park, wat overigens een heel mooi park is ook. Ik denk dat het een van de mooiste stadsparken van Nederland is, dus, want ik ken er nogal een paar, maar dit is een heel mooi park. Het gaat ook 's avonds op slot, dus dat betekent ook dat er geen rare dingen kunnen gebeuren. Ja, rare dingen gebeuren natuurlijk altijd wel, maar dat het zo min mogelijk gebeurt. Dus dat is ook mede voor het behoud van het park zoals het nu is. Ja. Ja. En kun je in een notendop nog even de historie van het park schetsen, want ik heb begrepen dat het ooit door de inwoners van Dordrecht cadeau gedaan is aan de gemeente, of? Ja, indirect wel. In 1884 ongeveer kwamen er gewoon delen van landgoederen te koop, toevallig. En toen heeft een comité gezegd van eigenlijk moeten we daar een stadspark hebben. Er is toen een inzamelingsactie onder de Dordtse burgerij gehouden. En die hebben echt al het geld bijeengehaald. Ongeveer 80.000 gulden toen, wat een enorm bedrag was voor die tijd. En die hebben dat bedrag onder voorwaarden geschonken aan de gemeente. En een van die voorwaarden was ook om daar een park, een openbaar toegankelijk park te stichten. Ja. Van zeg maar al die samengevoegde stukken land, wat nu dus Park Merwestein is. Ja. En onder meer, een van die voorwaarden was ook dat er geen stukken van het park vervreemd mochten worden of in erfpacht uitgegeven mochten worden. Dus het moest echt als geheel blijven bestaan. Ja, dus het plan was het park in de huidige, of in de omvang die het nu heeft. Ja. En dan dat ook voor de toekomst zo te behouden. Voor de toekomst zo te behouden. Dat stond weliswaar in 25 jaar, maar dus stilzwijgend is dat eigenlijk voor altijd geworden. Ja. Dus je kunt ook ervan uitgaan dat al die voorwaarden eigenlijk voor altijd gelden. Dus ook de voorwaarden, en dan komen we eigenlijk naar het nu, van het vervreemden van enige stukken van het park. Ja. Want in het verleden, niet eens zo verre verleden, wat ik al zei, hè, daaruit is ook de stichting voortgekomen in 1997, dreigde het al stukken park verkocht te worden. Ja, ik begreep dat er langs de, wat is het, Hallinklaan? Bos van Staring, heet dat. Ja. Dat daar al een keer een poging is ondernomen om een gedeelte van het park af te halen. Ja, dat wilden ze ook verkopen. Natuurlijk het parkwachtershuis met omliggende grond en een stuk langs de Oranjelaan om daar een rotonde aan te leggen. Ja. Dus dat hebben we allemaal weten te voorkomen. Dus hetzelfde speelt dus nu, dat het werfje verkocht dreigt te worden. Ja, laten we maar eens inzoomen op het werfje. Ja. Dat ligt aan de kant van het park. Maar ik wil eigenlijk nog even één ding reageren op Nico. Wat het mooie van die overeenkomst toen was met de stad, dat de stad beloofd heeft als een vader, als een ouder, te zorgen. Als een goed huisvader. Ja, voor het beheer en het onderhoud van het park. En dat is een afspraak als je dat als ouders of als grootouders maakt, bedenk ik nu. Ja, dat zet je toch over in generaties. Dus dat vind ik eigenlijk wel een reden waarom je ook nu kunt zeggen, als ouders van dit park, ben je als stad verplicht de groenvoorziening, wat de bedoeling was, de wandelroutes in het park en zorg voor dieren, ik zit weer ergens aan. Zorg voor dieren, hè? Dat is een meeverantwoordelijkheid die je als stadsvader hebt. Ja. En daar wil ik ze eigenlijk best wel op aanspreken. Oké, dat vanuit het verleden, hè? Gaat het door. Ja, nou kan ik me voorstellen dat vanuit de gemeente wordt gezegd, maar wij dragen er zorg voor dat het park groen en mooi en toegankelijk is. Ja, dat doen ze ook, want het heeft de hoogste onderhoudsstatus. Dus qua onderhoud gaat het goed. Ja.
Alleen, notabene is er in 2017 of 2016 een motie door de gemeente aangenomen met overgrote meerderheid, waarin al wordt gesteld dat het werfje met de omliggende gronden onlosmakelijk verbonden is met het park en dat er aan de parkgrenzen niet getornd gaat worden. Dus hoe deze actie dan valt te rijmen met die motie. Dan zoomen we even in op dat specifieke stukje, het werfje. We hebben er wat sfeerbeelden van. Ik weet niet of die al zijn uitgezonden, maar zodat de kijkers thuis ook een beetje beeld krijgen die precieze locatie in dat park. Ja. Als je vanaf de Singel de Berkenpad ingaat, dan ligt het zeg maar achter in het Berkenpad. Ik noem het wel eens een veredelde garage. Ja. Het is wat groter dan dat. Het onderhoud had daar haar onderkomen. Nou, nog steeds. Dat is het grappige. Dus 4 jaar geleden is het beslist van ze gaan allemaal gecentraliseerd worden in Kerkplaat. Daar is ook een locatie. Mm-hmm. Maar de facto zitten ze nog steeds in het werfje. Het wordt nog steeds gebruikt als voorheen. En volgens mij nog intensiever dan voorheen. Ja. Dus ik begrijp ook niet waarom ze zeggen van nou die dienst moet eruit. Want de mensen zelf, als je ze spreekt, zijn ze heel blij dat ze van daaruit opereren. Het is veel efficiënter. En ik denk uiteindelijk ook milieuvriendelijker, want er hoeven minder bewegingen te komen van Kerkenplaat naar Park Merwestein. Dus ik snap het niet. En het gaat eigenlijk om heel weinig geld. Hè? Want destijds werd het werfje intern hè, verhuurd voor ongeveer €9.000 per jaar. Mm-hmm. Dus dat ging van stadsbeheer naar vastgoed. Ja. Maar ja, dat is gewoon natuurlijk vestzak broekzak. Dus ik snap ook niet waar die bezuiniging in zit. En wat veel mensen zich of niet realiseren of nog onvoldoende op het netvlies hebben is... waarom dit plan nu ineens oppopt, want het schijnt dus dat de gemeente plannen heeft om het werfje te verkopen. Ze hebben plannen om het werfje te verkopen. Het staat op de zogenaamde dispositielijst, dus een lijst van panden waar ze gewoon van af willen en waarvoor ze geld willen zien. Kijk, voor sommige panden begrijp ik het, maar dit pand is A, het is gewoon heel moeilijk te verkopen en B, het maakt gewoon deel uit van het park. Dus ze kunnen van tevoren al bedenken dat het heel veel ophef gaat veroorzaken en eigenlijk al veroorzaakt. Ik ben wel benieuwd naar die ophef, omdat ik er verder relatief weinig over gelezen heb nog in de media. Nou, de lokale media. De laatste paar dagen begint dat wat los te komen. Ja. Maar het kwam toch vrij plotseling opzetten, zou ik bijna zeggen. Nou ja, omdat het ook weer plotseling opleeft. In 2016 is toen die motie aangenomen, dus wij dachten van oké, dat is goed geregeld. Maar toen kregen wij de laatste maanden... bericht van we zijn toch van plan om het nu definitief af te stoten. Ja. Dus toen hebben wij ook gezegd van dit kan zo niet. En hebben we ook contact gelegd met echt de direct omwonenden dan, mensen van Berkenpad. En die zijn het ook falikant tegen. Sowieso ook, hè, ongeacht of het verkocht wordt of niet. Ja. Wat gaat de bestemming worden? Want dat is natuurlijk ook een tweede punt eigenlijk. Ja, dan gaf je in een tussenzin al aan dat het pand slecht verkoopbaar lijkt. Toch begreep ik dat er al zeker 3 gegadigden zijn. Ja. Te weten een particulier die volgens mij of aangrenzend of dichtbij dat perceel woont. De school heeft belangstelling, begreep ik. Ja. Ik heb ook geprobeerd een reactie van de school te krijgen in deze uitzending. Ja. Ik heb in ieder geval een mail vanuit het bestuur van de school ontvangen. Waarin inderdaad staat dat de school bij de gemeente heeft... gepolst of ze het pand zouden mogen aanschaffen. En er is een lokale ondernemer die ook wel brood ziet, in dit geval letterlijk, want het is bakkerij Nobel, die ook wel brood ziet in dat pandje. Dus 3 gegadigden. Misschien is het goed om daar toch even bij stil te staan met elkaar. Wat dat zou betekenen... voor de omgeving van het park en voor de omwonenden. Zullen we beginnen met school? Ja. Ja, maar je vergeet 1 essentiële gegadigde. En dat zijn de buurtbewoners en de dorpenaren. Ja. Want als er activiteiten zijn, zoals volgend jaar die beeldenroute... Ja. Dan gebruiken wij het werfje
om te verzamelen, om als het regent een verhaal over de beelden te houden. Er mogen foto's, want dat is het voordeel dat het personeel er nu nog zit, hè, de medewerkers. Die voelen zich heel erg betrokken bij, hè, vanuit het werfje waar ze vaak zitten. Want als wij er komen, dan zeggen ze, oh, we lopen wel even mee. Ja, het voelt gewoon als hun park. Het voelt van samen, het voelt van ons, het voelt van met elkaar. En dat vind ik bij die drie mogelijke kopers die je noemt, vind ik dat echt een A-punt of een nulpunt. Nou, dat is heel goed dat je dat belangrijk vindt. Dat vierde belang even nadrukkelijk voor mij benoemd, het eerste. Want het is daarmee ook prioritair is het eerste belang voor jullie. Nee, ik praat omdat het ook de ontvangstruimte is voor zoiets als die beelden. Ja, dat kunnen wij dan gebruiken. Het is dan wel informeel. Het is dan ook heel aardig, maar het is nu het is gewoon heel fijn dat het kan. Informeel overleg omdat je elkaar kent en gewoon goed met elkaar omgaat. Maar ja, dat geeft echt wel inderdaad wat Geeske gezegd. En het is zorg voor dieren bijvoorbeeld ook. Ja. Hè? Want wij waren locaties aan het zoeken waar de beelden moesten staan. En toen zei Nico Duindam, een heel betrokken parkhuisbewoner, een parkwachtershuisbewoner, die zei, maar niet op het eiland hoor, want er zitten uilen en die broeden dan, dus daar kan geen beeld. Want als dan mensen gaan kijken, nou weet je, en dat zouden we niet weten als het werfje verkocht was en daar niet medewerkers zaten die heel verbonden zijn met het park. Ja, dus je blijft dus, ook in de details goed aangesloten, goed geïnformeerd over wat er allemaal speelt. Ja. Nou ja, ga ik toch even ook naar de andere drie gegadigden, zal ik dan maar zeggen. Zullen we beginnen met de school? Ja. De school heeft kenbaar gemaakt, de school Muring, dat ze de ruimte graag zouden verwerven. Het grenst aan de school. Hè, bijna. Dus ik vond het niet een onlogische gedachte toen ik het las. Nee. Maar het heeft natuurlijk wel impact en het veroorzaakt een andere dynamiek. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, ik ben daar niet zo voor, want we zien nu al dat school Muring eigenlijk geen goede buur is van het park. Want er staan allerlei containers, het park wordt ook voor een deel gebruikt als parkeerplaats. Dus het hele aanzien, het entree van die kant, Berkenpad entree, wordt er niet mooier op als daar school Muring gaat zitten. En ik denk als daar iets komt van school Muring, ik heb gehoord iets in de buitenschoolse opvang. Ja. Dan krijg je een enorme overlast ook voor de mensen Berkenpad. Allemaal afhaalouders, leveranciers, misschien personeel dat de auto daar gaat parkeren. Mm-hmm. Dus daar zijn we eigenlijk absoluut helemaal niet voor. Nee. Ja, want de meeste bewegingen van school Muring zitten nu aan de andere kant. Dus niet bij het Berkenpad. Ja, nou door de corona worden dus daarom is er nu al overlast. Ja. Vanwege de corona is er een speciale routing dat ouders de kinderen vanaf Berkenpad moeten afhalen. Ja. Dus daar is best wel overlast. Ja. Het is een smalle straat, weg eigenlijk. Dus voor die mensen is het niet prettig. Die wonen er altijd rustig en nou ineens gebeurt dit. Dus ja, het is een smalle straat. Het is in beginsel een doodlopende straat. Dus alles wat erin moet met dezelfde vaart er ook weer uit. Ja, nee, precies. Dat is heel lastig. Plus inderdaad, kijk, zoals het werfje er nu is, kan het niet zo blijven als de school ervan gebruik gaat maken. Dus wat gaan ze dan doen? Wat zijn dan die bouwplannen? Dus het wordt er allemaal niet beter op. Plus nogmaals, er gaat voor goed, dan gaat er echt voor goed een stuk park weg. Ja. En nou kan ik me voorstellen dat bij die school sterker speelt dan bij een van de andere gegadigden. Ik heb gelezen op Facebook, volgens mij wees jij me erop, dat Nobel Brood, dat stond ook echt op Facebook al vermeld, ook hun oog hebben laten vallen op dat gebouwtje. En die hadden een tamelijk wervend verhaal van, nou, wat zou toch ongelooflijk leuk zijn, een daghoreca waar je je biologische broodje, bakje koffie gezellig even kunt nuttigen. Dan denk ik, als argeloze burger, lekker gewandeld in het park, dat is toch heerlijk dat ik daar even kan aanschuiven. En de reacties onder het stuk van Nobel waren ook redelijk positief. Ik bedoel, hoe kijken jullie daar tegenaan? Sommigen stellen een vraagteken erbij. Hè? Ja. Ik denk op zich dat het heel gezellig kan zijn dat je een ontmoetingspunt hebt in het park. Dat het ook heel mooi zou kunnen zijn. Aan de andere kant kun je afvragen, als je dit stukje park wegdoet wat zo aan de entree ligt, en waar mensen eigenlijk zo mooi het park dan binnenkomen, of je door de verkleining van dat park, of dat opweegt tegen het ontmoetingsmoment voor incidentele passanten. Want ik denk niet dat heel veel mensen
even dan op weg naar school, well, misschien op weg naar school, Muring nog wel, zeggen kopje koffie, hebben die ouders een mooie uitvalsbasis waar ze kunnen zitten, heeft Nobel alvast... Ik zie daar ook verder, ik zie er weinig brood in, moet ik eerlijk zeggen. Maar nou, het is wel een bakker hoor, Nico, het is wel een bakker. Ja, ik weet het, ja, nou ja. Lekker maar, brood. Maar ik denk inderdaad dat het ook sowieso commercieel gezien weinig overlevingskansen heeft, een horeca-onderneming daar. Ja. En dat is het punt ook. We zijn er niet voor dat daar een horecavergunning wordt afgegeven. Dit zal waarschijnlijk een, hoe noem je dat, een kleinere horecavergunning zijn zonder alcohol. Daghoreca, ja. Ja, precies, maar we zijn bang. Ik heb dat woord al eerder gebruikt in verband met andere dingen rond het park. Dat er een soort salamitactiek andersom zal zijn, dat er een horecavergunning wordt afgegeven die dan steeds breder wordt. Van de stel, na 3 jaar zeggen Nobel, nou, ik heb het wel gezien, het loopt niet. Mm-hmm. Dan komt er misschien weer een horecatent in. Die zegt, nou, we willen wel wat wijn gaan doen. Of we willen bier. En dan wordt het van kwaad tot erger. Dus dat is even het punt waar wij niet zo om staan te springen. Ook al zou in die optiek bijvoorbeeld het werfje wel bij Park Merwestein blijven. Hè, dat het juridisch gezien niet wordt afgescheiden. Dat het in erfpacht wordt verhuurd. Dan nog zijn wij er niet voor. En we hebben ook bij de omwonenden gepeild. En ik merk nu ook dat het een bredere straal van de omwonenden gewoon erg op tegen is. Ja, dus ik denk, en de gemeente, hè, die wil altijd draagvlak. Zodra er maar een boom gekapt moet worden in het park, dan hoor ik altijd van de gemeente, dan moeten we wel een lijst met handtekeningen hebben van mensen die daarvoor zijn. Okay. Ja. En dit is nou zo ingrijpend. En de gemeente heeft van tevoren nooit gezegd van, nou, we gaan eens met omwonenden in gesprek. Ja. Wel met ons dan. Maar wij zeiden altijd van, er zijn nog meer mensen dan de stichting. Ja, misschien dat die mensen een andere mening hebben, maar praat met meer, een bredere kring. Ja. En dat is het leuke is bij de positieve reacties op die horecavoorziening in het park. Ja. Ik heb natuurlijk de namen even gekeken die gelezen heeft. Nou, daar zag ik op 2 buurtbewoners bij en verder geen buurtbewoners. Nee. Ja. Dus, hè? Het klinkt misschien ook wel sympathiek allemaal, maar ik denk dat het weinig... Jij al zegt dat er weinig overlevingskansen heeft. Ja, ik probeer het maar even het beeld te vormen. Want ik denk, ik snap dat als het bij de school gaat horen, dat het zich slecht verhoudt met de betekenis en de rol en de functie in het park. Ik denk dat als het daghoreca komt, dan klinkt het een beetje alsof de ontvangst voor zo'n beeldenroute nog steeds mogelijk is. En of er van alles mogelijk is. En dat het wat meer, als hij wil zingen. Wat meer onderdeel blijft van dat park. Ja. Maar ook daar, begrijp ik van jullie, kleven er wel wat bezwaren. Nou er zijn ook weer juridische bezwaren, denk ik. Want de bestemmingen moeten veranderd worden. Dus er moet nogal wat gebeuren dan. Ja. En dat kan allemaal aangevochten worden. En ik weet al dat bepaalde omwonenden dat gaan aanvechten. Ja, het wordt geen gemakkelijke... Dus mocht er een knoop worden doorgehakt in het college en die route in gang gezet wordt, dan gaat het nog op een boel weerstand stuiten. Dat gaat op heel veel weerstand stuiten. En ik denk van waarom dan niet laten zoals het nu is? Ik bedoel, dat is het eenvoudigste. Het staat dan echt ten dienste van het park. Ja. En iedereen heeft er vrede mee, omdat dit al tientallen jaren zo gaat. Dus, en hoor ik mensen thuis een beetje denken van dat het tientallen jaren zo gaat, is in zichzelf geen argument om eens een keer wat te veranderen. Dat weet ik niet. Als dingen goed gaan, waarom zou je het dan veranderen? Mm-hmm. Dat vind ik altijd typisch Nederlands om dan dingen weer... als dingen goed gaan, om dan toch te veranderen vanwege het veranderen. Daar ben ik niet zo voor. Okay, dat is... Als het goed gaat. Ja, dat is heel helder. De gemeente dringt verder natuurlijk ook aan dat de mensen die nu nog opereren vanuit hun werfje echt vanuit de kerkenplaat gaan werken. Ik zou bijna zeggen dat gebeurt ook in andere parken. Ik woon vlakbij Wijzicht, daar komen de mensen die in ons park werken, kerkenplaat, of als de mensen uit Wanterpark pauze hebben, komen ze bij ons in het park. Dus ze gaan in de pauze niet terug naar de kerk. Nee, dan komen ze bij ons. Dus laten we het even fris houden. Het is echt ook voor de mensen is het een ontmoetingspunt. En er kan best misschien iets, daar zitten wij dan net iets anders in, iets meer gebeuren vanuit het werfje, et cetera, et cetera. Ja, maar dat ben ik met je eens. Maar de risicofactor om een horeca te zetten, kijk, nu, dit zou een horeca zijn die op dit moment goed loopt. Ja. Als je het werfje zou verkopen aan een bedrijf, weet je niet... Wat het mogelijk volgende bedrijf, niet negatief bedoeld, maar wat dat voor consequenties zou hebben. Ja. En het mooie, en dat is echt van dit park, is dat de dieren die er wonen en de planten die er staan, dat zijn uitgangspunt voor de mensen die het komen bezoeken. Ja,
En dat vind ik dat eigenlijk moet blijven. Ja. Maar het mag wel iets levendiger af. Het hoeft geen vondelpark te worden, maar er mag wel af en toe iets. Dus daarom is die beeldenroute volgend jaar. Ja, gewoon dat 5 maanden. Hè? En, nou ja. Dat zijn sympathieke evenementen, maar we willen niet inderdaad foodtrucks en dat soort dingen in het park. En als je nu al die yoga-groepen ziet, al die mensen die onder de bomen in hun yoga-houding liggen, om te genieten van hoe het er in de natuur eruit ziet in die maanden. Nee, maar dat is het recreatieve gebruik wat bij de schaal van het park heel goed past. Plus ook natuurlijk een andere nut van het park. Hè, waar nu we praten over klimaatverandering en alle klimaatvraagstukken. Ja. Een park speelt daar een hele grote rol in. Binnenstad heeft te weinig groen in Nico. Ja. Dan zou het toch te gortig zijn als dit gemeentebestuur. Ik meen het echt heel serieus. Ja. Ik moest netjes blijven. Als die dan hun eigen beleid... Je hoeft hier voor mij niet politiek correct te zijn, hoor. Ja, nee. Nee, maar ja, daarom hebben wij ook... een hele out-of-the-box. En daar kwamen eigenlijk ook de bewoners mee. Trouwens, ik sprak iemand die gelieerd is aan de VVD. En die kwam er mee, gekscherend. Maar ik dacht van, misschien is dat ook wel een goed idee. Maar dat is een hele out-of-the-box. Om dat werfje gewoon af te breken. En dan gewoon een heel mooi stuk park eraan te leggen. Mm, ja. Want het, op zich is het geen heel bijzonder gebouw. Het is gewoon, wat je zelf zei, het is een garage. Het is een veredelde garage. Het is een veredelde garage. Dus het heeft wel een lichte monumentenstatus. Precies, ik ben heel erg voor, ook in onze oude stad. Waar heel veel, denk aan de Munt, denk aan de Berkpoort. Ja. Toch om middelen mogelijkerwijs omgezet worden. Om waar het historie in beeld brengt, ook al is het heel klein, om dat te houden. Ja, dat beeldbepalende gebouwtje heeft toch een historische functie. Ja, jullie noemden het allebei ook al wel dat het een van de entrees van het park is. Ja. Ik denk bij de entree meestal aan het parkwachtershuisje ook. Wat dicht bij Kunstmin zit, maar deze entree wordt ook veel gebruikt. Het wordt veel gebruikt omdat dat daar ook makkelijker bijvoorbeeld mensen met rolstoelen en hoe heet het, met die kaartjes. Ja, precies. Maar ik vind het entree, en dat is dus het punt. Natuurlijk willen het werfje dan onze eerste optie gewoon om te behouden. Om dat gewoon ook gewoon fraaier te maken, het entree. Dus daar zit een parkeerplaats naast, een enorme ruimte om dat misschien ook, dat in ieder geval bij het park te trekken. Ja. Mooi. Om dat mooi te maken en het entree van die kant ook heel mooi te maken. Ja want op zich die parkeerplaats is een betonnen plaat. Is niet van schoolmuring. Dat is dus mijn punt eerder. De vuilcontainers van schoolmuring, dat is niet bepaald echt fraai. Nee. Die moet ook ergens blijven. Dus misschien moet het overleg met die buren daarover dan ook maar eens een keer worden opgestart. Ook om de relatie te verbeteren. Maar die buren zijn best open voor gesprek die daar wonen, hoor. Maar die vinden wel het heel belangrijk dat de groene long blijft. Dat het park niet kleiner wordt, dat er geen grond... Want ik heb gisteren nog even met de buurvrouw gebeld. Ja. En die zei, geen grond vervreemden. We hebben al zo weinig groen grond in de binnenstad. Ja, nou die functie, en je begon er het gesprek ook bijna mee... Van die groene long, van het feit dat we daar gewoon groen dicht in de stad hebben, is natuurlijk heel relevant. Je zult in de Blije Hoek wonen, op 2 hoog, met heel veel mensen en nooit naar buiten kunnen. Dan was het toch nu heerlijk om dan met je gezin in het park in het gras te kunnen lopen. Ja, en toch dat iets. Dat is gebeurd, want we hebben dus tijdens corona van allerlei leeftijden reacties gehad binnen de stichting van mensen die er echt genoten van hebben. Ja. Nou ja, het is gelukkig hadden wij niet zo'n strenge lockdown, dus het viel mee wat dat betreft. Mensen konden gewoon de parken in, dus dat was wel heel fijn. Het is ook heerlijk. Ik bedoel, ik wandel er ook graag. Ik bedoel, Dordrecht heeft sowieso hele fraaie parken en dit is daar een pareltje van. Park. Ik hoor van mensen, ook mensen uit buitenland, buitenlandse gasten die ik heb, zo, het is altijd een prachtig park als ze er rondlopen. Het is gewoon echt, het ziet er ook prachtig uit natuurlijk, straks in de herfst. Ja. Nou ja, ik wil jou in ieder geval heel hartelijk bedanken voor de toelichting en dat we een beetje meer beeld hebben waar we het over hebben. Ik ben benieuwd hoe het vervolg luidt en wat... de gemeente en uiteindelijk de gemeenteraad hierover gaat besluiten. Wellicht komen we er dan nog eens een keer op terug. Dat is goed. Bedankt voor nu, heel in ieder geval.